Oeh, deze is juicy. Dat je met andere mensen zoent nu je een relatie hebt. Wow, iemand heeft een vooroordeel. Ik heb het idee dat je commerciëler wordt. Dat je bent opgegroeid in een familie die alleen naar nudistencampings en zo ging. Ik doe niet vaak mee aan trends, maar het leek me toch wel heel erg leuk om wat vooroordelen die jullie over mij hebben te behandelen en te vertellen of het wel waar is of niet, of dat het een terecht oordeel is of niet. En ik denk dat veel mensen misschien ook wel dingen over mij denken die helemaal niet waar zijn, of juist wel. Dus ik denk dat er wel wat spannende dingen zijn die veel gezegd zijn. En dat je misschien ook wel makkelijk kan raden wat er dan over mij gezegd wordt. Ik ga gewoon gelijk even kijken op mijn Instagram. Mocht je mij nog niet volgen, dit is mijn Instagram. Ik post daar ook leuke dingetjes op. Soms een beetje naakt en zo. Dus ja, laten we kijken. Oh ja, en ik heb geen make-up op gedaan. Soms doe ik wel speciaal voordat ik een video ga opnemen make-up op. En dat vind ik dan ook wel leuk om te doen en fijn. Maar nu dacht ik, waarom? Ik doe nog mee aan de trend, maar ik ben toch wel heel erg benieuwd wat Dit voor is dus wat ik post vooroordelen op jullie over mij hebben. Instagram. Of wat jullie van tevoren van mij verwachten, wat achteraf niet zo blijkt te zijn. Of gewoon dingen die jullie over mij denken, waarvan je niet precies helemaal zeker weet of het waar is. Ik heb er al een beetje door zitten scrollen. Ik zag veel mensen die dus al zeiden van ik doe niet aan oordelen. Of jij bent zo open en eerlijk dat ik eigenlijk niks heb wat ik van je verwacht. Omdat ik dus eigenlijk al zo open en eerlijk ben. Snap je een beetje wat ik bedoel? Maar deze vond ik leuk. Je struggelt totaal niet met dingen op Instagram perfect maken en denk daar niet aan. Nee, inderdaad. En ik ben blij dat dat ook zo overkomt. Dus dat ik gewoon totaal niet bezig ben om dat Instagram perfecte plaatje, dat de Insta perfect weer te geven op mijn Insta. Daarom ben ik altijd heel bewust vaak echt zonder make-up in mijn Instagram stories. En nou ja, dat is voor mij eigenlijk al zo normaal geworden dat ik daar niet eens meer over nadenk. Maar ook met mijn lichaam, weet je, bijvoorbeeld ik heb een hele vette naaktfoto geplaatst toen ik in IJsland was. En dan zie je dus mijn billen en dan sta ik daarop met water, een mooie berg op de achtergrond. En je ziet gewoon cellulitis in mijn billen en ik heb daar echt wel over getwijfeld van ik heb geen seconde gedacht, moet ik dat niet even bewerken? Maar ik heb wel dan gedacht, zal ik dit wel posten? Maar toen dacht ik, ja, dit is gewoon the real deal. Dus ik ben blij dat het opgemerkt wordt, dus dat klopt wel eigenlijk. Hier zegt iemand dat je lief, sociaal, houdt van eten en een levensgenieter bent. Nou, dat komt best goed over, denk ik. Dat klopt wel. Ik dacht dat je heel erg stereotype vrouwelijke YouTuber was. Nou, ik hoop inderdaad dat al duidelijk is dat ik dat niet ben. Maar ik kan me best voorstellen dat mensen dat van tevoren dachten, ja. Je bent helemaal tevreden met je kleine borsten. Ja, inderdaad. Ik was dat vroeger nooit, maar nu wel. En ik kwam laatst eigenlijk tot de conclusie dat ik niet eens zo'n hele kleine borsten heb. Want volgens mij heb ik, als ik het officieel zou laten opmeten bij de Hunkemöller, cup maat 70C. Al weet ik het niet hoe het nu is of zo. Het is vast niet meer gegroeid, maar ik draag al 2 jaar geen BH meer. Dus ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Oké, dit is wel een leuke. Je ouders zijn een stuk conservatiever dan jij. En daar heb je je tegen afgezet vroeger. Nou, mijn ouders zijn niet heel conservatief. Om voor mensen die niet weten wat dat is, conservatief is dat je heel erg blijft hangen in het ouderwetse. En progressief is dat je heel erg vooruit wil en wil vernieuwen en zo. Maar nee, mijn ouders zijn niet heel conservatief. Misschien in sommige opzichten, maar ik heb me daar ook daarom niet heel erg tegen hoeven afzetten. Mijn vader is bijvoorbeeld wel heel kritisch, maar die is wel heel progressief ook. En open-minded. Mijn moeder is ook echt extreem open-minded. Die staat echt nergens van te kijken. Als ik zou zeggen, mam, ik heb vannacht seks gehad met 6 mannen. Oké, misschien dan wel. Maar dan zou ze het alsnog niet heel erg vinden. Dit is een heel raar voorbeeld. Anyway, nee, ja, klopt niet helemaal. Maar ik heb me denk ik alsnog als een gezonde puber wel altijd afgezet tegen mijn ouders. Maar ik denk dat dat heel normaal is. Oeh, deze is juicy. Dat je met andere mensen zoent nu je een relatie hebt. Ik heb wel met anderen gezoend al, denk ik, sinds ik een relatie heb. Maar dat zijn al vrienden of zo. Oh, er was ook wel een keer een random meisje tijdens uitgaan. Maar verder, ik heb denk ik niet meer, ik heb denk ik niet met andere jongens gezoend sinds ik een relatie heb. Het valt mee in ieder geval. Maar ik vind zoenen ook, weet je, het is gewoon belangrijk dat je daar, als je een relatie hebt, afspraken over maakt met je partner. En ik denk dat zoenen überhaupt niet de grootste ramp is. En ik zoen gewoon af en toe met vrienden. Dus het lijkt me raar als ik dan ineens een relatie heb dat ik dat dan niet meer zou doen. Snap je? Dus ja, dit is misschien een vooroordeel, maar het klopt wel een beetje. Maar ik zoen wel minder met. Ik zoen niet met iedereen. In het begin vond ik je onwijs raar, maar toen ik je langer volgde, kreeg ik meer respect. Dat vind ik altijd heel fijn om te horen. Ik snap ook dat mensen mij, als ze mij eerst zien,
heel raar vinden. Mensen die denken ook dat ik nooit onzeker ben. Nou, ik denk dat dat voor een heel groot gedeelte wel klopt. En ik kan daar echt de ultieme tip voor geven, maar dat is wel heel moeilijk. Ik heb me gewoon op een gegeven moment gerealiseerd dat het zo zonde is om je te laten tegenhouden door wat andere mensen ergens van vinden. Of door door andere meningen van andere mensen. Ik dacht gewoon op een gegeven moment, het gaat er toch om wat jij zelf vindt en wil. En daar ga je toch niet andermans mening daardoor laten beïnvloeden. Dus ik heb gewoon een keer een knop omgezet en ik dacht, vanaf nu boeit het me niet meer wat anderen van me vinden. Tuurlijk is dat soms moeilijk en natuurlijk denk ik wel eens van, oh, zou ik dat nou wel doen? Want wat zullen anderen hiervan gaan vinden? En dan hou ik me soms misschien toch nog wel in. Maar over het algemeen ben ik daardoor echt heel zelfverzekerd geworden. En ja, misschien heb ik ook wel makkelijk praten. Want heel eerlijk gezegd, ik denk als YouTuber of als online persoon die dingen van zichzelf op het internet zet. En als je dit kijkt, als je zelf ook YouTuber bent, je kan er niet over liegen dat je niet er enigszins zelfverzekerdheid hebt. Want anders zou je überhaupt niet je shit online zetten als je daar over zou twijfelen. Of als je je daar niet goed bij voelt. Of als je je daar niet zelfverzekerd over voelt. En dan kan ik gelijk komen op een vooroordeel die veel mensen ook over mij hebben. Want die is best wel, nou ja, aan de ene kant logisch, aan de andere kant erg. Dat ik denk, waar sla dat op? Maar niet veel mensen, maar een paar zeiden van, nou ja, toch wel een beetje aandachtsgeil, denk ik. En dit is natuurlijk wat ik, dit hoor ik eigenlijk al mijn hele leven. Voordat ik YouTube filmpjes maakte ook, want dat doe ik al 8,5 jaar. Ja, weet je, ik ga niet ontkennen dat ik van aandacht hou. Want ik hou van aandacht. Want ik vind het ook super debiel ten eerste als mensen heb je aandacht nodig. Ik denk ook als YouTuber of als Instagrammer of whatever kan je er niet over liegen dat je niet van aandacht houdt. Waarom de fuck zou je iets van jezelf online gaan zetten als je niet van aandacht houdt? Dus ja, oké, dan ben ik aandachtsgeil. Maar sommige mensen benoemen het dan als dat iets negatiefs is. Maar dat zie ik helemaal niet zo. Dat ze ook echt zeggen aandachtshoer. En echt, ik ben echt de laatste persoon die dat ooit over iemand zou zeggen. Van, oh, ze doet dat voor de aandacht. Ja, en so what dat iemand het voor de aandacht doet ten eerste. Maar ik ga er niet om liegen. Tuurlijk, ik doe het niet voor de aandacht. Maar ik hou wel van aandacht. Anders zou ik dit nu niet doen. Snap je? Dus het is een beetje, ik vind het gewoon een beetje raar om dan een YouTuber aandachtsgeil te noemen. Want ja, it's true. Nu wordt de titel, ben ik een aandachtshoer? Nee, wacht, er komt nog iets veel ergers wat ik als clickbait in de titel kan doen. Trouwens, nee, clickbait doe ik niet echt aan, hè. Het klopt wel echt wat je dan ziet in de titel, wat ook daadwerkelijk in de video te zien is. Of vinden jullie dat mijn titels wel een beetje clickbait zijn? Let me know down below. Wow, iemand heeft een vooroordeel. Ik heb het idee dat je commerciëler wordt. Ik word juist minder commercieel. Ik wil echt niet namelijk opdrachten of campagnes aannemen voor het geld. Ik wil het echt doen omdat ik er zelf achter sta. En ik wil me dan echt afvragen, zou ik dit ook gratis doen? En natuurlijk is het leuk dat ik daar mijn geld aan kan verdienen. Want dan, dat is belangrijk, want ik wil wel kunnen leven. Maar geld is niet mijn grootste drijfsfeer. Ik wil zo graag nog een keer een video maken over de influencerwereld en wat ik daarvan vind. Want ik heb er zoveel meningen over en ik wil mezelf daar absoluut niet mee identificeren. Maar ja, dat gaat toch wel een beetje automatisch zo. Maar het is niet mijn bedoeling om commerciëler te worden. Iemand zegt, je bent puur. Dat vind ik echt fijn. Ik ben echt blij. Ik lees heel veel dingen over dat mensen me echt en oprecht vinden. En dat vind ik zo belangrijk, want dat is ook echt mijn doel. Dat je bent opgegroeid in een familie die alleen naar nudistencampings en zo ging. Nee, absoluut niet. Dat zou je inderdaad wel denken. Maar ik kom niet zo uit zo'n gezin. Ik ging denk ik vanaf mijn 16e, 17e met mijn moeder wel eens naar de sauna. Maar that's it. Dat je alleen met je vrienden een relatie hebt voor de seks. Ja, klopt wel, want we hebben wel hele goede seks. Frederik dacht over mij, ugh, zij is echt weird. Thanks. Ik denk dat je vriend een grote piemel heeft. In het begin heb ik wel eens gedacht, dit is ook een jongen die ik ken, praat ze nou alleen maar over seks omdat het zo lekker klikt en dat je daar likes over krijgt, zeg maar. Maar dat klopt niet. Ah, echt fijn dat je dat zelf ook realiseert. Want inderdaad, ik denk dat heel veel mensen denken, oh, ze praat alleen maar over seks omdat ze daar views mee krijgt. Maar kijk letterlijk even naar mijn kanaal en check hoe relatief weinig views ik eigenlijk heb. Waar ik dus echt letterlijk geen geld mee verdien. Dus daar heb je je antwoord. Maar dan nu, degene die het meest gezegd gesteld werd. En waarvan je waarschijnlijk al had verwacht dat dat nu zou komen. Dat ik seksverslaafd ben.
dat ik veel te veel seks heb, dat ik meer dan 30 bedpartners heb gehad. Nou ja, oké, ik ben niet seksverslaafd. Dat is wel, ik denk, wanneer ben je seksverslaafd? Ja, ik heb wel veel seks. Misschien wel meer dan gemiddeld. Maar dat komt ook omdat ik dat belangrijk vind. En ik denk dat je seksverslaafd bent als je zoveel seks hebt dat je zeg maar niet meer normaal kan functioneren en je dagelijkse bezigheden kan doen. Dat kan ik wel. Ik denk wel dat ik bijna elke dag masturbeer of in ieder geval elke dag een keertje klaarkom. Dus wat dat betreft, maar dat lijkt me, dat is absoluut geen seksverslaving. Ja, ik heb ook wel meer dan 30 bedpartners gehad. Ik heb nooit echt precies gezegd hoeveel het er echt zijn. Nee, dus ik snap dat vooroordeel en het klopt ook, maar ik heb niet veel te veel seks en ik ben ook niet seksverslaafd. Het is juist dat ik dat bij mij zo wordt gezien omdat ik een vrouw ben. Zou dat dan niet mogen of zo? Maar goed, ik had al verwacht dat dit vooroordeel zou komen. Dat ik dus altijd naakt zou rondlopen en alleen maar altijd seks heb. Maar weet je, ik vind heel oprecht seks echt een van de belangrijkste dingen in het leven. Dat wel. Puur omdat het zo'n groot gedeelte is van je identiteit, van je voorkeuren, van alles. En het feit dat we alleen maar kunnen bestaan door seks, dat zegt toch ook al genoeg? Heb je nog een vooroordeel over mij? Laat het vooral weten in de reacties. Of hoe dacht jij over mij toen je mij voor het eerst zag? Of zoiets. Of hoe denk je over mij? Of wat? Nou goed, laat maar even weten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Ik voel me altijd echt zo'n nieuwslezer als ik zo... Joep.